Yo, piepeltjes! Hier zijn we weer met meer Rockbeeld Atelier TV! En vandaag gaan we iets speciaals maken, namelijk iets genaamd tijdscapsule. Jullie weten waarschijnlijk niet wat dat is, maar ik ga dat eerst een beetje uitleggen. Een tijdscapsule is in feite een doosje dat je vult met allemaal dingen die te maken hebben met deze periode. Wat vind je ervan, deze coronaperiode? Een beetje een speciale periode. Het is eigenlijk niet zo leuk, hè? Soms, er zijn heel veel toffe momenten, maar we stellen ons ook heel wat vragen. En we willen eigenlijk die tijd een beetje herinneren. Als we veel ouder zijn, willen we nog terugdenken aan deze periode. En ook denken aan wat we allemaal deden, hoe oud we waren, wat onze interesses waren. En ook misschien een aantal kunstvoorwerpen bijhouden in een tijdscapsule. Daarvoor heb je nodig een doosje. Dat je mooi kan versieren. En wij zijn al een stapje verder geraakt. Ja. Hier heb ik al een doosje. Het is eigenlijk een heel eenvoudig doosje. Het is een sigarenkistje. Ik heb het rood en goud geverfd. En ik heb er allemaal kleefdiamantjes opgeplakt. Nu gaan we eens zien wat erin zit. Ja, ik ga eerst iets zeggen over de inhoud. Wat we zouden willen verzamelen zijn objet trouvé. Dat is een Frans woord. Objet trouvé wil eigenlijk zeggen gevonden. Dat is een Frans woord. Dat zijn Franse woorden. Dat wil eigenlijk zeggen gevonden voorwerpen. En dat gebruikt men wel in de kunst. Een aantal kunstenaars hebben ook gevonden voorwerpen gebruikt. In een kunststroming, een hedendaagse kunststroming. En de belangrijkste kunstenaar was Marcel Duchamp. Die op een bepaald moment een urinoir in een museum plaatste en zei, dit is kunst. En die soort kunst noemden ze ook ready-made. Je kan altijd eens de naam Marcel Duchamp intikken op Google en wat meer informatie geven. Google. Maar we gaan ook eventjes kijken naar de rotsschilderingen. Rotsschilderingen van in de prehistorie, waarin mensen eigenlijk schilderden hoe dat ze toen leefden. Hoe schilderden ze? Wat schilderden ze? Bijvoorbeeld de bizons, paarden, tijgers. En een mens met zonder kop. Ja, de jacht eigenlijk. Bracht ze in beeld en daardoor weten wij nog steeds hoe dat die mensen leefden. Met deze tijdscapsule willen wij ook tonen hoe we deze dagen doorbrengen. Toon eens eventjes wat in jouw tijdscapsule allemaal zit. Ik heb in mijn tijdscapsuletje bijvoorbeeld een klein boekje waar ik allemaal herinneringen in heb getekend en geschreven. En het boekje noemt Corona 2020. Een leuke tip, ga met inkt boven jouw blaadje en ga heel ver en spetter dan een beetje en dan lijkt het op dat het virus daarop is. Ja, er kunnen ook allerlei kunstwerken. Ook een olifantje, dat, zijn ook dat we toen hebben gemaakt. Dat is ook een objet trouvé. Dat is eigenlijk even een gemaakt voorwerp. Hè? Ja, dan hier. Wat ook heel leuk is, een flesje met een boodschapje in van die tijd. En dan kan je later eens terugkijken. Kleine klutselwerkjes. En dan hier, wat ook heel leuk is om te doen, is om bijvoorbeeld corona in spiegelschrift te schrijven. Dan kom je op zoiets uit. Ja, weet je nog welke kunstenaar ook in spiegelschrift schrijft? Jean Dubuffet. Nee, toch niet? Picasso. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Als hij zijn uitvindingen aan het maken was, die schreef hij heel vaak in een spiegelschrift, zodat andere mensen niet dadelijk wisten dat het van hem was. Of wat dat erin stond. Een aantal speelgoedjes kan je bijhouden. Leuke speelgoedjes van nu. Misschien schrijf je ook geheime briefjes naar jezelf, voor als je ouder bent. Of hier kapot getrapte bloemen van een koe. Nee, dat zijn gedroogde bloemen in een boekje. En daar schrijf je dan de datum bij. Dan kan je dan ook hebben. Hier, het allereerste krantenartikel in de krant over het coronavirus. Toen begon de paniek in België. Ja, inderdaad. Dat houden we bij. Een gouden veer. En wat ook heel leuk is, om het virus in een potje op te bergen. Hier, zoom maar eens goed in, cameraman. Kijk. En dan zie je hier het virusje. En dan kan je dat later nog eens zo, in 2030 en zo. Als je zo naar school gaat een beetje saai vindt, dan kun je dat zo terug. Ik hoop wel dat virusje dan een beetje neus snuiven en dan zo een beetje hoesten in anderen hun gezicht. En dan start het allemaal terug op. Hè. Ja, aantal kunstvoorwerpen die we maken. Ballon. Mooi portret. Een ballon, ja.
Een mooie foto. Stokjes die je gevonden hebt onderweg tijdens de wandelroutes die je doet. Want zoveel mogen we niet meer doen, maar wandelen mag nog steeds. Of een berenjacht. Plantenresten. Dus, je ziet, we kunnen heel wat verzamelen en het is echt heel leuk om dat allemaal bij te houden. Ik ga nog een paar dingetjes, een paar tips, ga je die geven? Wat kan je nog in je doosje opbergen? Bijvoorbeeld leuke uitspraken of herinneringen tijdens de lockdown. Wat waren leuke, wat waren bijvoorbeeld leuke herinneringen? Witte lakens buiten hangen, op berenjacht gaan en filmpjes maken. Ja, je ziet dat de beertjes aan het raam staan. Zeer belangrijk voor de kindjes. Mini boekjes maken, dat hebben we net getoond. Hè? In spiegelschrift eventueel. Ja. Geheim briefjes hebben we ook al gezegd. Knutselwerkjes, boodschappen. Stenen, tekeningen. Niet openmaken voor. Zeer belangrijk. 2030. Eén keer dat je doosje helemaal vol is met alle moet je dichtmaken en dan moet je er ook een datum zetten. Bijvoorbeeld, we zijn nu 2020, misschien wil je het pas open doen in 2030. Of 2030. Dan moet je 10 jaar wachten, dat is wel redelijk moeilijk. Maar ja, maar het zal wel leuk zijn als je terugmaakt. En misschien ook, wat dat heel leuk kan zijn, is een aantal van onze nieuwe woorden. Want we hebben nieuwe woorden leren gebruiken deze periode. Ja, bijvoorbeeld Skype-aperitieven. Dat is eigenlijk aperitieven met Skype. Dat kan je nu alleen doen, want je kan samenkomen. Corona-vakantie. Zo noemen wij het graag, want het is leuker dan het woord lockdown. Quarantaine. Dat je niet mag buiten komen. Lockdown, dat je niet mag buiten komen. Of quarantaine-parties, maar die zijn wel echt niet toegelaten. Dus zeker niet doen. Zeker. Voilà. Oké, dit was het voor vandaag. Maak jullie tijdscapsule en alsjeblieft stuur ons een foto, want we willen of schrijf het in de comments. Schrijf het in de comments, maar stuur ons nog veel liever een foto op rockacademie@gmail.com of naar mij, Carolien. Jullie hebben mijn e-mailadres. Nee, niet iedereen. Ja, toch de meeste. Maar mama, wat zeg je? Oké, heel veel bedankt en veel succes met jullie tijdscapsules. Tot de volgende keer voor meer Rock Beeldatelier TV.